Hoi, dit is Oscar van Happy Healthy en in deze video geef ik je 8 voedingsproducten die de kans op allerlei ziektes, de ontwikkeling daarvan, flink kunnen verlagen. En denk dan met name aan chronische ziektes en welvaartsziektes, zoals overgewicht, diabetes type 2, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, etc. En deze producten eet ik soms wel dagelijks, vrijwel dagelijks, gewoon omdat er heel veel gezondheidsvoordelen zijn en heel weinig nadelen. De eerste groep is vette vis. De meeste mensen eten te weinig vette vis, waardoor ze ook te weinig omega-3 vetzuren binnenkrijgen. Ik weet het probleem van overbevissing. Dat is inderdaad het probleem wat we zien moeten op te lossen. In ieder geval zou je ook algenolie kunnen nemen om omega-3 vetzuren binnen te krijgen. Maar vette vis bevat eigenlijk ook echt de goede omega-3 vetzuren. Dat zijn DHA en EPA. En die hebben gezondheidsbevorderende eigenschappen. De meeste mensen krijgen eigenlijk veel te veel omega-6 vetzuren binnen. En die hebben vaak 20 keer meer omega-6 vetzuren dan omega-3 vetzuren. En dat kan eigenlijk ontstekingen bevorderen in je lichaam. Ik bedoel dan in je lichaam, hè. Dan kan je die eigenlijk niet zien. Maar dat staat wel heel vaak aan de basis van allerlei welvaartsziektes. Dus allerlei welvaartsziektes staan in verband met veel ontstekingen in het lichaam. Als je die omega-3 en omega-6 vetzuren eigenlijk 1-op-1 zou krijgen ongeveer, dan zou je eigenlijk de ontstekingen binnen het lichaam zouden minder worden. Dus in principe zou je kunnen zeggen dat omega-3 vetzuren ontstekingsremmend zijn en omega-6 vetzuren ontstekingsbevorderend. Dat je daar eigenlijk naar de juiste verhouding moet gaan kijken. Je kunt ook omega-3 vetzuren uit andere producten halen zoals zaden, maar dan haal je vaak de ALA omega-3 vetzuur eruit. En die heeft niet zoveel gezondheidsvoordelen en die wordt ook maar op een heel klein percentage omgezet naar de andere 2 goede omega-3 vetzuur. Ik raad sowieso aan om meer producten uit de zee te eten. In mijn optiek zijn de jagerverzamelaars, die leefden langs de oevers van de zeeën. En die aten ook zeegroenten. Denk aan zeekraal, zeewier, lamsoor. Mijn lamsoor is ook wordt ook wel zeespinazie genoemd, dacht ik. En dat zijn echt goede, gezonde producten. Ook vaak met veel jodium, waar heel veel mensen ook een tekort aan hebben. De tweede groep is onbewerkte granen. Denk dan vooral aan haver en quinoa. Ik ben niet zo'n voorstander van tarwe. Dat komt omdat vanuit tarwe moet je natuurlijk weer brood maken. Dus het is enigszins al bewerkt. En in tarwe zijn ook de mineralen worden eigenlijk steeds minder door de genetische manipulatie van de tarwe. En de haver en de quinoa die bevatten enorm veel mineralen. En ook de quinoa die bevatten ook best wel wat eiwitten en maar liefst 9 essentiële aminozuren. Dus quinoa is best wel een uniek product. Haver is uniek omdat het is eigenlijk beter als je bloedsuikerspiegel onder controle wil houden. Dus als je bijvoorbeeld diabetes type 2 hebt, blijkt uit onderzoek dat het een stuk beter is om haver te eten in plaats van brood. Dat is absoluut een manier om meer controle te krijgen over diabetes type 2. Het schijnt zelfs zo dat zijn als je brood vervangt met haver, dat je dan 40% meer insuline gevoelig wordt. En die gevoeligheid is altijd goed bij diabetes type 2. En haver zorgt eigenlijk ook voor dat je de bloedsuikerspiegel gaat heel langzaam omhoog en gaat daarna ook heel langzaam naar beneden. Wat bevorderlijk is eigenlijk. Dus dat zijn de onbewerkte granen die ik ook vrijwel dagelijks wel een keer eet. De derde is broccoli. Dat is eigenlijk een van de beste groentes die je in mijn optiek eigenlijk dagelijks zou kunnen eten. Of bijna dagelijks, doe ik zelf ook. Er bevat gewoon heel veel vitamines, heel veel mineralen en vaak meer dan de andere groentes dat bevatten. Ook boerenkool is bijvoorbeeld trouwens ook een hele goede optie. Hè? Maar broccoli is echt een van mijn favorieten. De vierde is blauwe bessen. Ik eet soms wel een bakje blauwe bessen per dag. Blauwe bessen hebben een hele donkere kleur. Hè? Die kleur die zegt iets. Hè? Dat zijn vaak de flavonoïden. Die hebben ook gezondheidsbevorderende eigenschappen. En met name producten die dus die donkere kleur hebben. Denk bijvoorbeeld ook aan bramen of straks ga ik het ook hebben over chocola. Die bevatten vaak heel veel antioxidanten. En die antioxidanten kunnen ons beschermen tegen vrije radicalen. Die kunnen dan eigenlijk die vrije radicalen bestrijden in principe. En dat is absoluut nodig af en toe voor het lichaam. Dan hebben we nog nummertje 5. Dat is Griekse yoghurt. Dat is eigenlijk wat vette yoghurt. Bevat nog wat probiotica. Dat is goed voor de darmflora. Maar ik ben met name een voorstander van de volvette zuivel. Heel veel mensen klinkt dat vreemd, omdat je zegt, vet is toch slecht. Maar vet, als je kijkt naar de zuivelonderzoeken, dan zien we dat vette zuivel eigenlijk meer gezondheidsvoordelen heeft dan de magere zuivel. Bijvoorbeeld onderzoek liet zien dat als je magere zuivel neemt, dat je veel grotere kans hebt om Parkinson te ontwikkelen. Volvette zuivel staat ook meer in verband met gewichtsverlies. En met name ook yoghurt, hè, was een van de producten
die in verband stond met gewichtsverlies. Dat is best wel vreemd. Bovenaan stond trouwens chips. Hè? Dus als je kijkt naar verbanden tussen mensen met overgewicht en wat ze eten, dan is vaak chips hetgene wat bovenaan staat. Als je gaat kijken wat is er negatief in verband met overgewicht, dan kom je dus bijvoorbeeld uit bij yoghurt. En dan ben ik dus voorstander van een vol vette yoghurt. Het voordeel ook is dat als het vol vet is, dan heb je nog steeds vitamines. De vetoplosbare vitamines zijn A, D, E en K, afgekort ADEC. En als je dus het vet uit het zuivelproduct gaat halen, dan ga je dus ook eigenlijk die vitamines grotendeels verwijderen. Dus ik denk dat dat ook de nadelen zijn van de magere zuivel. Plus dat vol vette zuivel meer verzadigt. En daardoor ga je eigenlijk minder snel weer iets nieuws eten. Of iets anders eten. Om jezelf weer proberen te verzadigen. Nummertje 6 is avocado. Ik zou in principe elke dag een avocado kunnen eten. Ik zou er niet de meerdere aanraden. Want een van de nadelen is natuurlijk heel veel calorieën. Maar avocado kan helpen eigenlijk bij het verlagen van je slechte cholesterol. Het kan ook helpen bij het verlagen van hoge bloeddruk. Dus dat zijn een aantal mooie voordelen. Het bevat ook veel vezels, veel vitamines, etc. Dus absoluut een product om dagelijks te eten. Dan hebben we nog noten. Ook veel mensen zijn negatief over noten. Wat zo vreemd is, omdat je kijkt naar de wetenschappelijke literatuur, dan zie je gewoon vele gezondheidsvoordelen van noten. En je zou denken, ja, heel veel calorieën ga je van in gewicht toenemen. Maar wat zien we? Als je elke dag een handje noten eet, bijvoorbeeld amandelen, dat is specifiek onderzocht, dan verlies je zelfs iets sneller gewicht dan de mensen die het handje noten helemaal niet eet. Dat is heel raar, je voegt eigenlijk calorieën dus toe en toch verlies je dan gewicht. En er zijn zelfs onderzoeken die laten zien als je 2 handjes noten eet per dag, dat je dan ook niet in gewicht aankomt. Ondanks dat je dus een heleboel calorieën toevoegt. En dat komt door het verzadigingsgevoel, waardoor je dus daarna minder gaat eten. En het komt ook omdat er enigszins een versnelling komt in de vetverbranding. Dus noten slecht? Nee, absoluut niet. Het heeft ook heel veel gezondheidsvoordelen. Nummertje 8, dat is de laatste. En die verwachten heel veel mensen niet. Dat is chocolade. Maar dan wel pure chocolade. Of bijvoorbeeld ook cacao. Cacao poeder kan je ook nemen. Het is niet chocola met allemaal suiker toegevoegd of melkchocola. Nee, pure chocola. Bijvoorbeeld gewoon die van 90%. Als je het niet lekker vindt, neem je 80%. Onder de 80% zou ik niet echt aanraden, want dan krijg je toch steeds meer suiker in het product. Maar chocola is heel donker van kleur en dus weer antioxidanten. Een van de allerrijkste bronnen van antioxidanten is chocola. Absoluut ook een goed product om regelmatig te nemen. Ik eet vrijwel dagelijks eet ik iets van pure chocola. Nou, dit waren eigenlijk de 8 voedingsproducten om de kans op allerlei ziektes te verlagen. Ik hoop dat je een aantal van deze producten ook echt gaat toevoegen aan je voedingspatroon. Dat je het misschien wel vrijwel dagelijks gaat eten. Net zoals ik. En dat je gewoon weer een stuk gezonder wordt. Ja, misschien ben je nu al gezond, maar nog gezonder dan. En dat de kans op allerlei ziektes die je gaat ontwikkelen verlaagd is. En misschien ook wel dat je veroudering vertraagt. Hè? Dus dat je dus nog ouder wordt. En dat je ook minder vaak ziek bent. Wat ook natuurlijk heel fijn is. En lekker energie. Nou, ik zie je weer bij een volgende video.